ik hoef niet eens met die camera op mijn gezicht. Hou eens op. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag testen. Hoe heet die camera? Nou, zeg dan. Maxi. Hoe heet de camera die we gaan testen? De Canon AE1. AE1. En uit welk bouwjaar komt die? Ja, dat zou ik niet weten. Begin jaren 70. Oh. 74 of 76 uit mijn hoofd. Oh. Ja. Cool. Ja. En we weten nog niet of die werkt. Nee. Maar dat gaan we dus vandaag achterkomen. Pauline heeft al een paar opnames gemaakt ermee. Een paar shots. Maar of die wat zijn geworden, dat weten wij. Dit ben nog niet. Maar daar gaan we dus achterkomen in deze video. Pauline is nog een beetje cameraschuw. Die moet er nog een beetje aan wennen dat ze een microfoon op de borst heeft hangen. En dat er een 24 mm lens op haar gezicht af en toe staat gemikt. Ja. En Pauline denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in, Max. Maar ja, weet je wat? I'll just roll with the flow. Hè? Ja. Want het blijft me toch niks anders overig. Nee. Ja. Nou, de bedoeling is dat we af en toe gewoon een foto maken met die camera. En dan zien we dan straks het resultaat. Dat kunnen we dan ook in de video monteren. In de post-production. En dan komt het helemaal Gucci. Ja. Ja? Ja. Kijk, zie je, het wordt al beter. Even kijken. Hoe heb je hem ongeveer genomen? Of van deze twee? Zo. Gewoon zo in het midden? Ja, in het midden. Ja. Dus eigenlijk meer. Zoiets. Ja. Cool. Ja, zo. Mama liep er nog een beetje tussen. Ja, dat geeft niet. Er zit nog een poepje op. Lekker. En dan eentje dat hij juist scherp stelt op de boom. Oh. Rule number one. Kling. Nice. Kijk die meeuw ook in zijn eentje daar. Die chillt hem daarachter op het ijs. Welkom bij het ijsjournaal, papa. Als we hier zo blijven staan. Wow! Balls of steel. Let op, let op. Oh. Oei, 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 oei. Hier. Zak. Jammer. Met de fiets op het ijs. Klunk.
Ik weet niet, ik wil het kenteken niet erop eigenlijk. Hij is wel cool.